Hoi allemaal, daar zijn we weer. We zijn onderweg naar Milsbeek en dan camperplaats De Diepen. Reserveren kan je er niet, dus we gaan eventjes kijken of dat de plek is. En zo niet moeten we over op plan B. U rijdt te snel. En die hebben we nog niet. Maar we zitten in Maasduinengebied. Dus als alternatief kunnen we of naar onze vriendjes of naar Roland. We zullen wel eventjes zien. We hadden net een aardige bui op ons hersens. Tenminste, de camper dan, wij niet. Hè? Ja, dat ging goed, ja. En toevallig zeiden we net van, nou, is wel grappig. 28 jaar geleden ook om deze tijd. Want toen waren we trouwfoto's aan het maken. En toen kwam het ook in één keer met bakken uit de hemel. Na een hele dag, ik geloof 33 graden te zijn geweest. Dus, kun je zien dat dat dingetjes zijn die je eigen altijd blijft herinneren dan, hè? Wat, je trouwdag? Ja, en dan in, nee, ja, maar ik bedoel dan ook gewoon de tijd van dat toen met bakken uit de hemel kwam ook. Ja. Heel de dag bloedvies, fysiekend heet. Maar op het moment dat we de trouwfoto's moesten maken, kwam het met bakken uit de hemel. Dat is je smurf. Kom maar. Nou, als het goed is, is het daar rechts bij die vlaggen. Want we zijn er al toen eens een keertje langs gereden toen we met de vakantie eigenlijk vanuit Valkenburg op weg waren naar Groningen. Of naar Friesland, waar we toen binnen een dag al waren. Omdat het overal vol was. Dus we gaan even kijken of hier plek is. Daar bij die PS gaat. U hebt uw bestemming bereikt. Want reserveren kan je hier niet. Nou zijn wij toch niet van het reserveren, dus we zien het vanzelf wel. Oh, plek zat, zo te zien. Dat heb je snel gezien. Goed, hè? Hallo, Jumbo. Wat heb je vandaag voor leuke boodschap? Wat is dat, een restaurant, hè? Ja, het is restaurant Diepen. En als het goed is, hebben ze ook twee tiny houses. Voor de verhuur. Dus wij gaan eventjes op ons gemak een plekje uitzoeken. Dat is net uit de app, toch? Ja, het is, maar dat zal Siem dadelijk wel laten zien. Die snapt dat allemaal beter als ik. Ja. Nou, zoals gezegd werkt het hier zo met de aan- en uit-app. Even. Klikken we op dus. Ja. Ik weet niet of dat te zien is, hoor. Tuurlijk. En zo niet, dan moet je maar even googlen hoe dat werkt. Ja, nu hebben we hem dus, je kan hem aanklikken, dan geeft hij de locaties waarvoor je dan hem aan wil zetten. In dit geval is dat camperplaats De Diepen. Je ziet hier ook, staangeld, daar kan je op klikken. Normaal gesproken start je hem dan, dan vraagt hij ook met hoeveel personen dan je bent. Dan start je hem, dus dan staat hij gelijk aan. Hier zie je dan wij hem gestart hebben om 4 minuten over 3:30 vandaag, de 24/7. En hij loopt 24 uur lang, dus dat is tot 25/7. Tot morgen dus ook weer 4 minuten over 3:30. En de prijs in dit geval is €5,50 en €1 per persoon voor toeristenbelasting. Dus bij elkaar €7,50 voor 24 uur, dat is zonder stroom. Ze hebben hier twee stroomplekken, maar goed, wij hebben geen stroom nodig. En dan zodra dat je zoiets hebt van ik ben er klaar mee, dan kan je hem weer stoppen. En dan kan je kiezen uit twee varianten, of je een automatische incasso of een factuurtje die ze per mail sturen en die je dan overmaakt. En ik neem aan, maar dat zien we morgen wel, dat het eigenlijk automatisch gaat als je twee nachten blijft, dat dan gewoon je tijd doorloopt. Ja, hij blijft gewoon doorlopen als het goed is. En dan net wat ik al zei, dat je een aantal personen in moet vullen, moet je ook nog even het kenteken van de camper invullen. Dat is al. Camperplaats Diepen in Milsbeek. Plek voor officieel 10 campers. Maar ze geven zelf al aan vanuit het restaurant van er is eigenlijk altijd plek. Want kijk, hier zie je parkeerplaats van het restaurant. Dat is nu leeg, want het is 7:30 's avonds. En hier zie je
in principe de officiële camperplaats, om het zo maar even te zeggen. Waar de 10 campers kunnen staan, waarvan 2 met stroom. Nou, je ziet het, er staat het een en ander. Nou, ons uitzicht vanaf de zijkant van de camper. De stoeltjes ernaast gezet. En dan ja, zie je gelijk het bos. We gaan zo meteen even een stukje wandelen. Dus even kijken of het wat is. Hier staat ook aan het begin van de camperplaats ook allemaal keurig beschreven hoe dat precies werkt via de aan- en uitnet. Via de app. Mocht je die app niet hebben, dan kan je uiteraard ook gewoon in het restaurant betalen. Ook aan de kinderen is nog gedacht. Die kunnen lekker spelen met water. Een pompie. En dan ook nog een kabelbaan en allerlei andere attributen waar ze er eigenlijk op, waar ze op los kunnen gaan. Zo, lekker even een stukje aan het wandelen. He? Aan de wandel. We hebben net lekker wat gehaald, afgehaald bij het, restaurant. Ik had lekker vis met chips. Ja, vis met chips, echt op zijn Engels, hè? Ja. En dat aan de Duitse grens. Ja, is dat wat. En ik had, ja, wat had ik? Een Argusburger. Nou, een joekel van een ding. Dus dat is zoiets van, nou, laten we maar weer even lopen. Even die calorietjes trappen. Ja, en lekker culinair ook, hè, op je trouwdag. Ja. Ja, ja. Ik heb in ieder geval kaasje aangestoken. Of niet? Oh. Die heb jij gemist. Ja. Kijk, hierboven. Dat is trouwens... Ja, als jij kijken hoe hoog dat het is. Als jij nou even naar boven gaat? Ja. Wat denk je zelf? Nee, ik denk niet. Nou, we gaan aan de wandel. Ja? Ja, doei. Oké, doei. Wij lopen dus op een pad. Ik zal even laten zien. Het gaat maar aardig omhoog. Valt op zich mee. Als je dan aan de zijkant kijkt. Ik weet niet of dat een beetje te zien is, maar... Kulleerig, dat is aardig stijl hoor. Maar goed, daarom hebben wij maar gewoon dit pad genomen. Dat verharde pad waar we net dus op liepen. We zijn nu het pad afgeslagen en we gaan nu proberen de berg te beklimmen. Maar dat verharde pad, dat is dus het Pieterspad. Dat is wel bekend. Nu lopen we... Schijnbaar weer in de bossen van Duitsland, zeggen ze. Ja. Het is aardig stijl hier. Cool genoeg, mountainbikers. Even wachten. Huh? Ja, dank u. Hallo. Hallo. Oh, dat is een beetje klein. Avond. Avond. Wordt er moe als je naar kijkt. Ze hebben er zin in. Ja. Kijk, zo kan je misschien een beetje zien hoe stijl dat het is. Moos. Maar het is aardig stijl. Maar we gaan weer verder. Hier kan je ook al een beetje zien hoe hoog dan we zitten. Ik zal hem eens even inzoomen. Kijk, zo zie je dat. Hier, daar zie je die mensen staan. Maar we zijn er nog niet. Ik weet niet waar Natas heen is nou. Zo, we lopen boven de berg. Nou, toch de heuvel. De heuvel, ja. Maar het is niks. We gaan nu weer naar beneden. Ja, en dan moeten we weer ergens denk ik omhoog. Of ja, we kennen eromheen zo. Kijk, ja. Want ik zie daar ook... Ja, daar zie je open. Maar recht vooruit zie je weer heuvel. Ja, maar dan kan je links of rechts, denk ik. Ik help het je open, schat. We zien het wel, maar het is wel mooi hier. Ja, het is heel mooi.
Lekker rustig. Je hoort in de verte een zwerm ganzen. Nee, nu niet meer. Het is, we zijn dat eerste stukje over mountainbike pad gegaan. Toen zijn we over dit hek geklommen en nu lopen we hier. Dus lekker relaxed. Nou, we lopen dus op het Pieterspad. Pieterspad, die begint bij Pieterburen, bij Groningen. En die gaat helemaal naar Maastricht. Naar de Pietersberg. Ja, Sint-Pietersberg. En het is in totaal 498 kilometer. Nou, we hebben er al twee gehad, of niet? Je ziet ook her en der mensen met stokken en dingen lopen. Wandelwagens, hybridekarren. Nee, dat valt best mee. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag de 25e. We hebben heerlijk geslapen vannacht hier in Diepen. En we gaan nu een route lopen, volgens mij de landhuisroute van 5 kilometer. Eethuis De Diepen in Meelsbeek, daar staan we dus. Even een kinderspeeltuintje zit erbij. En zoals je ziet, daar het restaurant. Maximaal 10 campers, 3 keer 24 uur. De plaatsen staan netjes aangegeven met nummers. En dan rij je dit in. Dan zie je daar de camperplaats. Zo, we zijn dus de route aan het volgen. We hebben hier een heel leuk meertje, gewoon midden in het bos. Je ziet ook hier aan het draad allemaal haren zitten. Er schijnen hier ook dassen te zitten. Er schijnen hier ook inderdaad dassen te zitten. Dus ik denk dat dit ook wel een drinkplaats is voor de beestjes, ja. Zo, dat was een aardige klim, hè? Nee. Nou, we zijn als het goed is boven op de berg. Gelukkig Duitsland, geen Oostenrijk. Zo is het. Bovenop de... Moos, hier, drinken. Dat is alleen jammer, want vaak zie je de diepte niet echt goed, hè, met de camera. Een klein stukje daarheen lopen. Je voelt hem wel in je kuiten. Ja, je voelt hem inderdaad in je kuiten. Nou, ik denk niet dat je dat goed kan zien. Maar goed, we zijn de blauwe route aan het volgen. We zijn boven op de berg gekomen. En we gaan zo meteen, zoals je ziet, gaan we linksaf. Ze hebben er wel over nagedacht om een bankje neer te zetten bovenop. Dan gaan we dadelijk die kant op zo. Ah nee. Zo. Over het hekje heen geklommen. Kijk of de vleermuizen zitten.
Ik zie weinig hangen, geloof ik. Geen vleermuis te bekennen. Of ze zitten achter die deur. Hier zit niks. Helaas. Ze hebben een andere kelder uitgekozen. Even kijken. Klein beetje een beekje. Wat nog een klein beetje in werking is. Klein draaien. Het moet in ieder geval niet slechte been zijn als je deze blauwe route volgt. Het is heuveltje op, heuveltje af. Maar het is wel schitterend mooi hoor. Het is jammer dat je die dieptes volgens mij niet zo goed kan zien. Het is echt, echt wel mooi. Hoeven we daar niet op? Nee, we hoeven daar niet heen. Ik zou even een klein beetje inzoomen. En je ziet tegenwoordig natuurlijk ook ontzettend veel mountainbikers. Dus. Maar goed, wij volgen het blauwe pad. Dus we gaan de goede kant op. We gaan weer afdalen. Nou, dit is ongeveer het startpunt van deze wandelroute. Is denk ik 100 meter van de camperplaats. En zo heb je meerdere routes. Nu gaan we weer even het trapje af. Moos is er alweer. Zo, barbecue maar weer eens even opgestart. We hadden nog wat stukjes vlees, dus ze hebben er een hele tent omheen gebouwd, joh. Maar er zijn aardig wat vliegen hier, dus. Nou, wij doen het nooit zo uitgebreid hoor. Het gaat maar meer gewoon een beetje om het vlees. En je moet maar wat gegeten hebben. Even lekker pindasausje opwarmen. Dus kunnen we zo weer aan tafel. Goedemorgen. Nou, we hebben weer heerlijk geslapen. Het is vandaag zondag, dus vertrekdag weer, hè? Voorlopig wel. Ja. En top, we hebben er 104. Ja, we hebben 104 abonnees, dus we zijn inderdaad boven de 100 gekomen. Iedereen hartstikke bedankt daarvoor. Naar de 150. Ja, op naar de 150. We zijn er heel blij mee. Nou, dit was ons weekendje in Milsbeek. Ja. Super. Ja. Voor herhaling vatbaar. Zeker voor herhaling vatbaar. Dus hoe heet dat? Camperplaats Diepe in Milsbeek. Dus de aan- en uit-app. Werkt goed. Ja, werkt prima. En ik zou zeggen, tot volgende week toch? Tot volgende week. En abonneer op ons kanaal, hè? Op naar de 150. Okidoki. Bedankt voor het kijken. Doei. Hoi.